Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een ondergrond van Oasis. De Venetia, het steekschuim met een houder eronder. Heel erg handig, want ja, dan lekt het nergens op, kan je zo op tafel zetten. We gaan natuurlijk een heel mooi kerstbloemstuk van maken. Daar gebruiken we deze voor. En er zitten zelfs leuke lampjes in, laat ik zo zien. Maar heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik zei al, er zitten mooie lampjes in. En kijk, wat een zweetje. Echt heel erg leuk. En straks in het bloemstuk wordt hij nog leuker. Dus we gaan gauw aan de slag. Wat we eerst gaan doen is de zijkant even wegwerken. Want ik wil het een beetje in dezelfde kleur hebben als de leuke houder met lampjes. Daarvoor gebruik ik dit mooie hout. Heel dun hout. Slices zijn het eigenlijk. Die bevestiging aan de buitenkant doe ik gewoon met warme lijm. Ik gebruik gewoon met warme lijm. Dat kan je hierop doen of op de slices zelf. Dat je makkelijker vindt. En dan plak ik hem er gewoon tegenaan. Kijk, geeft een mooi natuurlijk effect. Een beetje in dezelfde kleur als de spiraal. Die komt hier straks bovenop. Heel erg leuk. Dan stop ik aan de zijkant wat mos. Dat de hele witte rand is bijgewerkt. Je kan ook dit terugslaan, maar ik vind het nu toch wel een beetje zonde. Omdat ik het juist een leuk effect vind te geven. Dus ik doe echt hele kleine plukjes. Die druk ik er als het ware gewoon een beetje tussen. Zoals je kan zien. Is dat allemaal mooi netjes weggewerkt. En dan doe ik in het midden ook een beetje mos. En dat zet ik eventjes vast met een krammetje. Dan stoppen we in het midden een hele leuke glitterige sneeuwappel. En ik heb grote en kleine. En ik kijk even wat precies in de binnenkant van de spiraal past. Want we gaan de spiraal gaan we groot maken. Daar gaan we echt een mooie kerstboom van maken. Kijk, maar dat geeft een heel leuk spannend effect waar je dan echt doorheen kijkt. Dus dat maakt het heel erg leuk. Dan gaan we verder met de snijbloemen. En we laten alle bloemen meelopen met de spiraal. Zodat je echt één mooi geheel krijgt en eigenlijk één mooie kerstboom. Doe dit wel voorzichtig, zodat jouw bloemetjes niet breken. Je kan hem eigenlijk als het ware weer achter de spiraal vouwen. Maar het moet wel echt voorzichtig. Dus laat het voorzichtig meelopen met het stuk. Druk niet te hard. Als het nodig is, kan je altijd extra een touwtje gebruiken. Maar het frame, er zit metaal in. Dus het is best wel een stevig frame. Dat maakt het ook best wel leuk. Is jouw tak met katjes nou heel erg stijf? Dat is soms in het begin zo. Wat je dan even kan doen is hem voorzichtig een beetje kneuzen. Dus je drukt er gewoon langzaam op. Dan wordt hij iets flexibeler. Vooral onderop is hij vaak wat stijver. Doe het wel voorzichtig dat je de katjes niet echt breekt. En ik zet alles dus wel vast met een touwtje, want dan blijft alles toch net even iets beter en strakker zitten. En dan krijgt het geheel net even iets netter. Vind
Vaak krijg ik met dit soort stukken wel achteraf een reactie. Of er komt wel eens voor dat er dan een reactie komt met dat de zuiderwindlelie gebroken is. Dit moet je echt heel voorzichtig doen. Breek die af, geen paniek, steek hem dan kort in. Want ook dan is de zuiderwindlelie heel sierlijk en apart. Maar het is echt wel ja, een werkje wat echt voorzichtig moet. Kijk, dit geeft dan heel sfeervol en luxe apart effect. We gaan het nog verder versterken. Ik doe dit namelijk ook met wat berengras. Ik wil hem ook niet te vol hebben, want ik wil juist wel dat je doorheen kan blijven kijken. Omdat je daar die mooie appeltjes hebt. Dus dat vind ik juist wel heel erg leuk. Maar ik ga nog wel een paar extra aan toevoegen. Soms kan je het berengras ook net weer tussen een touwtje van bijvoorbeeld een zuiderwindlelie. Of van een katje wat je al vast hebt gestoken. Dan hoef je niet nog meer touw vast te maken. Berengras is natuurlijk niet zo zwaar. Dus dan kan je er vaak gewoon achter vlechten. Maar mocht het nodig zijn kan je alsnog een touwtje eventjes gebruiken. Dan voegen we onderop ook nog de extra bloemen toe. Daar hebben we nog mooi ruimte voor. Ik hou echt van bloemen in een kerststuk. Dan moet ik het altijd echt net even afmaken. Ik verdeel de bloemen er gewoon omheen. Ik gebruik nog wat extra glittermaterialen eromheen. Ik heb nog zo'n mooie appel die ik er ook aan de buitenkant in wil verwerken. Je kan er eventjes een stokje in steken, maar ze blijven vaak wat langer mooi als je ze eigenlijk heel laat. Dus ik doe het met een klein beetje lijm. Oh no! En mocht je nu nog steekschuim over hebben, kan je het opvullen met de rest van je materialen. Zowel kerstgroen als bijvoorbeeld gipskruid, wat je ook maar over hebt, kan je daarvoor gebruiken. Spray hem nog eventjes weer in met de Floralife. En dan hebben we echt een prachtig, luxe, mooi kerstboompje gemaakt. Ook een spannend bloemstuk, want je kan echt inkijken. En dat vind ik altijd leuk, alsof je echt in zo'n huis zit waar je zo... Wat zit daar allemaal in verstopt? Nou, dat is heel erg leuk. Ook leuk met kinderen als die komen kijken. Luxe materialen, veel mooie bloemen. En we hebben gebruik gemaakt van de mooie spiraal wat erin zit. Dit is een mooie ijzeren metalen frame in eigenlijk. Waardoor die mooie stevigheid heeft. Waardoor je ook die lijnen makkelijk kan maken. En je kan er heel goed mee spelen en oefenen. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Ik ga de lampen uitdoen, want dan is het gelijk heel sfeervol. Zou ik jullie dat ook nog eventjes laten zien? Dit is toch gewoon geweldig. Heel erg leuk. Past helemaal bij deze tijd. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En jullie zien mij de volgende keer weer. Doeg!